Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Welkom. Hartklachten en vaatziekten. Wat is daaraan te doen? Een hele hoop. Let op. Slecht voedsel. Goed, het slechte nieuws. Wat hier zo staat en ligt, daar kun je het beste wat minder van binnenkrijgen. Om te beginnen bij de vetten. Ik heb ze niet, maar margarine en goedkope koekjes, daar zitten transvetten in. Vermijd die zoveel mogelijk. Idem dito met de omega 6 vetzuren, ja, uit meervoudig onverzadigde vetzuren van plantaardige soort. Zoals zonnebloemolie, maïsolie en safroerolie, sojaolie. Liever niet, omdat omega 6 je bloed als het ware dik maakt. Ja. Koolhydraten, het obligate brood, liever zo min mogelijk. Pasta of rijst, hoe minder, hoe beter. En dat geldt uiteraard voor suiker, snoep en melkchocolade. Is niet zo gezond. En dat suiker, dat zit ook verstopt in drankjes zoals liqueur, bier en wijn. Nou is voor rode wijn nog wel wat goeds te zeggen. Daar komen we zo meteen op. Maar in het algemeen is alcohol niet zo best voor je hart. Qua drankjes kun je koffie beter ook liever wat vaker laten staan. Nou, erger dan wordt het niet. Dan gaan we kijken naar wat juist goed voor ons is. Gezond voedsel. Hier wat voedingswaren die je lekker veel mag eten. Liefst in combinatie, want dat maakt het allemaal sterker. Dan hebben we het over veel antioxidanten. Je ziet het, je hoeft je keel niet aan de kapstok te hangen met hartkwalen en vaatziekten. Wat hebben we hier om even de verwarring te voorkomen? Dit is geen drank, maar dit is water. Een heleboel mensen hebben een watertekort, dus drink veel water. En droogje. Dit spul. Wel eens gezien op feestjes en partijtjes. Het wordt meestal in een of andere yoghurtdip gestopt. Ja. Ik doe er ook niet aan mee. Maar je kunt dat spul kun je wel door sapmachine heen sturen. En dan komt er iets uit wat net zo gezond is. En als je dat dan gaat combineren met deze favoriet, de appel. Een apple a day keeps the doctor away. Dan wordt er nog eens wat. En doe er dan een klein beetje citroensap bij. Ga een beetje rommelen. Een beetje gember. Van die appel, de pectine, die probeer je binnen te krijgen. Pectine zit in de schil. Ook weer antioxidanten hebben we het dan weer over. Hè? Fruit. Rode vruchten. Bramen. Veenbessen. En in dit geval frambozen. Borstjes vol met antioxidanten. De framboos steekt bij uitstek bovenaan wat betreft dit soort kwalen. Probeer hem binnen te krijgen. En je mag hier lekker op losgaan. Trouwens, blauwe druiven kan natuurlijk ook. Hè? Knoflook. Bron van selen. En antioxidanten. En waterstofsulfide. Wat normaal gesproken een giftige stof is. Maar in dit geval voor je hart juist heel gezond. Heb ik ook maar weer gehoord. Nou, pompoenpitten. En zonnebloempitten zijn ook een goede bron van omega 3. En weer mineralen. Die vind je natuurlijk ook in de boomnoten, walnoten, hazelnoten, amandelen, paranoten. En hun pasta. Omega 3. Omega 3 zit natuurlijk ook in vette vis. Ik heb het even één blik. Maar anders de haring, de makreel, ansjovis, sardien, goede bronnen van omega 3. Olijfolie mag je ook hebben, dat is omega 9. En magnesium uit banaan en, ja, pure chocola, want die is wel gezond.
En hoe puurder, hoe beter. En je hebt, tegenwoordig heb je zelfs 100% chocola. Het zit stampvol met antioxidanten. En er zit ook weer magnesium dus in. Cacao poeder natuurlijk ook. Dat kun je ook weer in gerechten verwerken. Als we het over vette dingen hebben. Verzadigd vet. Je hart heeft stearine en palmitinezuur nodig. Dat zit onder andere in kokosvet, maar ook in reuzel, in boter, in vet vlees en dergelijke, orgaanvlees. Doorgaand, het kruidenkastje biedt ook nog het een en ander. Geelwortel, een absolute topper in antioxidanten. Daar is een heleboel van te verwachten en niet alleen voor hart- en vaatziekten. Probeer daar een gram per dag van binnen te krijgen. Kost werkelijk niets. Ga maar eens naar de toko. Kaneel. Kruidnagelen. En een hele grote favoriet voor hart- en vaatziekten is cayennepeper. Hete pepers in het algemeen, maar specifiek cayennepeper. En dat kun je in allerlei gerechten natuurlijk weer verwerken. En als je dat zo eens bij elkaar ziet, met die knoflook erbij, dan zit je al snel India's of Indonesisch te eten. Nou, wie wil dat nou niet? In de Italiaanse keuken vinden we veel oregano. Maar ook marjolein zijn. En salie. Dat zijn ook hele gunstige kruiden. Ook daar is weer heerlijk mee te koken. Dus het geeft de burger wel moed, of niet? Voedingssupplementen. Aanvullende stoffen. Voor zover je ze niet uit de voeding krijgt, kun je ze nog altijd los slikken. Ik doe dat voor een aantal. Vitamine A heb je nodig voor je hart. Vitamine B6, B9, B12. B12, daar hebben de meeste mensen een tekort aan. Dat slik ik apart. En let erop dat je de juiste hebt. Methylcobalamine. Niet de goedkopere cyanocobalamine, die bijna overal ingestopt wordt. Vitamine C uit sinaasappel, citroen, tuurlijk, of los. 1000 tot 10.000 milligram per dag kun je rustig hebben. En zeker wanneer je in het zonnetje ingaat, omdat het voorkomt dat je verbrandt. En ervoor zorgt dat je vitamine D kunt aanmaken. De beste vitamine D die haal je zelf uit de zon. Is dat een keer niet gelukt omdat je een slappe zomer hebt gehad? Dan kun je nog altijd, bijvoorbeeld hier, in de vorm van schapenvetten hebben ze het uitgehaald. D3 kun je dan aanvullend slikken. En slik ook vitamine E. Dat is heel goed voor een jonge huid en voor je hart. Hier een andere stof, melatonine. Maakt je lichaam normaal gesproken zelf, maar bijvoorbeeld door draadloze systemen. Wordt het afgebroken? Het is een antioxidant en je hart heeft er ook behoefte aan. Zorgt er verder voor dat je goed kunt slapen. Coenzym Q10, hier ubiquinol. Je hebt ook ubiquinon. Ubiquinol is beter. Dus dit flesje is ook schrikbarend duur. Het is een lichaams-eigen stof, wederom, net als deze. Maar naarmate je ouder wordt, maak je er minder van aan. Het vervelende is dat die cholesterolverlagers zoals statines nou net die ubiquinol afbreken, wat een super antioxidant is. Hier hebben we resveratrol, dat komt uit vruchten. Dat maakt het plantje aan als antibioticum tegen schimmels. Het is ontzettend effectief en goed voor je hart. Eén pilletje wat hier in die pot zit, één zo'n pilletje staat gelijk aan 4 flessen rode wijn. Ja, dat krijg je gewoon niet bij elkaar gezopen. En daarom deze pot met die pilletjes. Nou, verder. Anthocyanen, die kun je ook los kopen. Vind je in rode kool, in bloedsinaasappels, rode ui en natuurlijk allerlei rood fruit. Cassis, hè? En carnitine, wat de meeste vleeseters wel binnenkrijgen op een dag. Aanvullend. Verdere
maatregelen. En weet je wat je hart verder leuk vindt? Ontspanning. Een beetje lachen. Dat je aardig bent voor jezelf. Dat je een beetje leuk, positief in het leven staat. Niet tegen de klippen op. Maar wel zo dat je je er goed bij voelt. Want dat gaat gebeuren dan, hè? Dus ga lekker vissen om te ontspannen. Ga mediteren in de natuur. Of doe daar een wandeling. Want bewegen, dat wil je hart graag ook. Dit is mijn rijtje voor hartkwalen en vaatziekten. Met een aantal remedies die ook werken voor andere welvaartsziektes. Kijk rustig nog na. Ik zet de links onder de video. Bedankt voor het kijken en zet hem op.